eigenlijk, Wilfred zei al, ik ben invallen. Dat had te maken namelijk dat we gisteravond laat een afzegging hadden. Die heeft corona. Ze voelt zich overigens goed. En dat betekent dat we tegen alle gewoontes in eigenlijk dit programma iets verlengen. Een paar minuten. En u moet eigenlijk naar dat scherm kijken. Oké. Er zit iemand die met u te maken... Ja, u ziet het naam al in het scherm staan. Talita Muze. Talita. Hey, vanuit Talita. Huis. Hoi, hoi. Talita, hey. Aan jou de bonus 4 minuten. Ga je gang. Ja, super. Ik zie alleen Frans niet meer. Dus als dit even van mijn tijd af mag gaan, ik zie alleen maar nog mezelf. Dat vind ik dan toch vervelend praten. Ja, ja, nu zie ik je weer. Ik zie je weer. Mooi, ja. Mooi. 4 minuten. Talita, voor jou. Hey Frans, hier live vanuit Rotterdam. Mooi. Fijn dat ik je kan spreken op deze manier. Zeker. Ik was heel erg benieuwd welke waarden van de publieke omroep zou jij het liefste willen doorgeven aan de volgende generatie? De waarden, ja. Nou, uiteindelijk, wij spreken heel erg met elkaar over dat wij de verbinding in Nederland tot stand moeten brengen. En dat wij, als het gaat om de verschillende stemmen, en mooi zeggen we dat dan, de externe pluriformiteit, de verschillende gedachtegoeden, de stemmen in Nederland. Nou ja, dat we die bij de publieke omroep bij elkaar willen brengen. En het feit dat je eerder met elkaar in gesprek moet blijven, in plaats alleen tegen elkaar te opponeren. Dat vind ik een waarde die we ook aan de volgende generatie zouden moeten doorgeven. Hey, en als je op dit moment kijkt naar de verbinding in de samenleving en ook hoe er naar de journalistiek gekeken wordt. Welk cijfer zou jij de publieke omroep geven als het gaat over de controlefunctie die ze nu uitoefent op de macht? Cijfer? Ja. Nou, 1 tot 10. Laat ik zeggen, laat ik niet overdrijven, maar ik kom toch wel op een 8. Op een 8? Als het niet een 9 is. Ja, mooi. En qua het bereiken van verbinding, wat je net zei als belangrijke waarde. Ja, ik hoor overigens sommige, ik weet niet of ik dat goed, er ontstaat wat rumoer over dit cijfer. Ik ga er zo verder op in. Ja, nee, want kijk, er zijn natuurlijk een aantal programma's die meer dan deze functie bekleden binnen de publieke omroep. Ik denk natuurlijk aan programma's als Nieuwsuur, aan de NOS, NOS Journaal. Aan onderzoeksjournalistieke programma's als Zembla, Argos, Pointer en andere programma's. En ik vind dat ze daar, dat ze zich enorm goed kwijten van die rol. Duidelijk. Wanneer voelde jij je voor het laatst machteloos? Als mens of als directeur? Als mens. Als mens. Als mens. Nou, eigenlijk toen 2 maanden geleden mijn broer overleed. Doordat hij niet goed behandeld is in deze coronatijd. Het is een hele korte samenvatting, maar toen voelde ik... Wat is er gebeurd? Mag ik dat vragen? Mijn broer die had last van zijn hart. Die is eigenlijk naar huis gestuurd en kreeg geen revalidatie, et cetera. En dat is overgegaan in hartfalen. Zo. En dan moet je ook nog weten dat dat erfelijk is in ons gezin. Ik ben zelf toen ik 40 was ook verschillende keren gedotterd. Laat ik zeggen, deze hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. Want je kan boos worden, maar voor een deel begrijp je ook wel dat het niet anders kon in deze tijd van corona. Maar dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat mijn broer op veel te jonge leeftijd overleden is. Jeetje, gecondoleerd. Dank je wel. Ja, dat vind ik heftig om te horen. En dan voel je je behoorlijk machteloos. Want je weet niet op wie je boos moet zijn. En zelfs de mensen op wie je boos bent, die verrichten eigenlijk heel goed werk in deze tijd. Ja. Zou je vaker willen om, zeg maar, op deze manier persoonlijk, we hebben maar heel korte tijd, je zei al eerder van ik voel me vaak in het defensief gedrukt. Heb je de behoefte om vaker meer je persoonlijke kant te laten zien? Aan de mensen met wie je werkt? Nee, in de media. Heel eerlijk, niet per se. Maar ik weet wel van mezelf dat ik daar altijd wel heel open en direct antwoord op geef. Ik bedoel, ik vind het niet moeilijk om mijn eigen kwetsbaarheid. Wat het lastig maakt, want dat merkte je net ook al in de hele vraagstelling. Tot en met de grap aan toe van je moet eerst een beetje paaien of vleien. Want anders krijg je niet het goede antwoord. Dat is natuurlijk niet waar. Maar wat ik wel ingewikkeld vind, is dat in bijna alle vragen ook net
Daar zit al een soort conclusie in. Waar je, en vaak is die conclusie echt onjuist. Sorry dat ik het zeg. Bijvoorbeeld over, ja, er is geen beroep en bezwaar mogelijk binnen de NPO. Hè, dat, ja, dan moet je eerst helemaal je gaan verdedigen voordat je ook maar in de buurt van een antwoord komt. Ja, dat is ingewikkeld. Ik kan niet helpen. Ik wil jou afrondend iets vragen. Wij hebben veel met elkaar te maken gehad, maar wat ook eerder Jeroen Pen zei, tegelijkertijd helemaal niet, omdat we elkaar nooit persoonlijk hebben gesproken. Een moment waarop ik me, en dat is compleet onvergelijkbaar met wat jij nu deelt over machteloosheid, maar ik voelde me wel erg machteloos toen mijn professionele integriteit in twijfel werd getrokken toen ik werkte voor de NPO. Ja. Vanwege mijn activistische uitingen. En ik heb, als ik heel eerlijk naar je ben, ik had een telefoontje van je verwacht. Ja. Ik had verwacht dat we persoonlijk in gesprek zouden gaan. Vooral als we dit medialandschap gezond willen behouden. Jij zegt, ik vind het kritisch, ik vind het al een 8. Nou, ik denk daar misschien iets anders over. Maar als we dat zo willen behouden, dan is denk ik met elkaar in gesprek gaan heel erg belangrijk. En ja. Ik vind het jammer dat, dat ik dat belletje van jou niet heb gehad als toch mijn grote baas. Ja, klopt. En ik wil er ook nog wel iets persoonlijks over zeggen tegen je. Want en ik ga het toch gewoon hardop zeggen. Ik was groot voorstander van het feit dat jij op één ging presenteren. Ook in de gesprekken met de KRO en CV. Wij hadden en hebben op dit moment rondom op één een hele moeizame discussie en samenwerking met de KRO en CV. En bij alles wat ik zag over hoe uiteindelijk jouw betrokkenheid eindigde, merkte ik dat, dat heel snel de kaart werd getrokken van als je je met deze kwestie gaat bemoeien, dan gaan we je a fortiori nog een keer framen van degene die met, zich met de inhoud bemoeit, met onze presentatoren, ja, met onze keuzes, et cetera. Dus als je een beetje teleurgesteld bent dat ik je niet gebeld heb, dan is dat omdat dat krachtenveld speelde. Dat was best een heftige discussie. En ik ga het zeker met je goed maken om maar Mark Koster weer door ergens met je iets te gaan drinken. Maar we gaan het gesprek met elkaar aan. En nu moet ik je echt bedanken. Dames en heren, via de Zoom, Talita Muze. Dankjewel. Top. Ja.